Wij hebben vandaag een super vette video voor jullie, namelijk 7 updates die waarschijnlijk niet zijn opgevallen, een beetje geheim zijn. Het zijn gewoon super vette updates die je eventjes moet weten. Maar eerst... Petten! Waar kunnen jullie die halen, Dion? Ik kan halen op vraag.nl. Yes. Winkel. Ga even kijken. Linkje staat ook in de beschrijving. Eerste linkje. En zo moet je het hele video doen. Je moet ze gewoon allemaal kopen. En dan ik heb alleen de roze niet bij me. Maar als je de roze erbij koopt en allemaal zo... Nee, maar als je hoge kwaliteit petten wil, dan moet je deze halen. In ieder geval, like nog eventjes deze video en abonneer op ons kanaal. Laten we gaan beginnen met de 7 geheime dingetjes. Oh, en Dion, begin jij of begin ik? Ja, ik begin wel. Geen probleem. Er is namelijk iets in de map wat heel erg vet is. In de nieuwe locatie. Laat maar zeggen, in de map, de desert. Daar zit een soort van speed limiter. Je weet wel, op de weg heb je soms, als je aan het autorijden bent, of als je nog geen 18 of 16 plus bent, dan mag je nog niet autorijden. Maar je hebt vast wel ooit in de auto gezeten. Als je rijdt door een woonwijk of zo, dan zie je wel eens zo'n teller bij de weg staan. Er staat hoe hard je dan rijdt. Soms staat er dan een smiley, of als je te hard rijdt, staat een smiley. Bij mij nooit. Dan wordt hij altijd boos. Ja, altijd boos. Er is nu dus in Fortnite, en ik zal het nu laten zien, is er een speed limiter. En als je daar, laat me zeggen, langs gaat lopen, dan zie je ook echt hoe hard je loopt. Of als je langs rijdt, zie je hoe hard je rijdt. Volgens mij is de max 12 km per uur als je loopt. Ja, als je loopt, ja. Maar als je met een auto gaat rijden of met een shoppingcart, maakt niet uit. Je ziet gewoon hoe hard je rijdt. Ik vond het wel een leuke update. Dat is heel geheim. Ik wist hem eigenlijk ook nog niet tot vandaag, totdat we erachter zijn gekomen. De super vette update. Zal ik dan ook gelijk de volgende doen? Doe maar. De volgende. Want nummer 2 is ook iets heel erg leuks. Sommige van jullie zullen deze misschien nog wel kennen. Maar als je gaat racen in de racebaan uiteraard, dan kan je ook echt een race doen. Je hebt namelijk 4 startplekken. En als je daar met een auto gaat staan, gaat er een timer lopen. En als je dan op een gegeven moment ready bent, kan je gaan racen. En dan moet je ook allemaal van die punten van door die hoepels heen. Of hoe noem je dat? Ja, een bogen. Er is checkpoints. Zal dat wel iets zeggen. Je moet door de checkpoints heen. En dan is als je op een gegeven moment als eerste over de finish komt, zie je ook echt je tijd. En je kan misschien wel een wereldrecord zetten. Misschien is daar wel een hele competitie voor internationaal. Misschien dat we straks gewoon gekke races kunnen gaan doen. En dat in plaats van Fortnite elkaar neerschieten, is dat dan een race spelletje wordt. Je weet het maar nooit. Maar ik vond het wel een hele leuke secret update. En nu weet jij hem ook. Yes, en dan de volgende gaat over de C4. De C4 is namelijk een klein beetje genurfd. C4 was behoorlijk OP als je hem gooide. Gelijk hele basis weg. Heel gebouw weg. Heel Tilde Towers weg. Die Dusty Divo is ontstaan door een C4. Eén C4. Dat wist ik. Okay. Nee, maar nu... Als geen meteoriet. Nee, inderdaad. Maar nu is het zo dat als je de C4 gooit en hij in de lucht hangt, dat je hem niet kan laten afgaan. Hij moet eerst op iets stikken. Dus hij moet op een muurtje komen of iets anders. Beter. En dan pas kan je hem activeren. Zodat het iets langer duurt voordat je dat kan doen. En die dingen niet zo in de lucht kan gooien. Spammen als een motherfucker. Anders is het te OP. Die C4 is echt goed. Eerlijk is eerlijk, hij is nog steeds goed. Maar je moet iets langer wachten voordat je hem kan laten afgaan. Dan de volgende. Deze is in 50 versus 50 en 20 LTM. Je kent het wel, je bent down en je wordt maar niet gerevived. Super irritant. Ik had het laatst nog. Ik moest een recording doen. Ik had super veel kills. Ik werd niet gerevived. Like, what the fuck. Daar hebben ze iets voor gevonden. Wat je nu namelijk kan doen als je iemand revived, is XP krijgen. Of, nou, dat was een beetje raar gezien, maar je snapt wat ik bedoel. Je krijgt XP als je iemand revived. En dat kun je 3 keer in een game doen. 3 keer krijg je XP. Bij de eerste revive krijg je 30 XP. Bij de tweede revive krijg je 10 XP. En bij de derde krijg je ook 10 XP. Yes. Dus in totaal kun je gewoon 50 XP krijgen. Puur en alleen door iemand er... Eén keer te klikken, bro. En je klikken. Mijn kill. Je kill. Je kunt in ieder geval iemand revive dan. Super. Of XP krijgen. Dat is fucking chill. Goed, dan het de volgende. Die ga jij maar doen. Ja, het volgende is iets wat ik echt super vet vind. En als jij dit weet, dan vind je het ook super vet. Want vroeger kon je niet kijken. Als je een pickaxe zag in de shop, wist je niet hoe die eruit zag als je hem slaat. En wat het geluid is wat hij maakt. Maar nu heb je onderaan een knopje staan waar je dus play sound staat. Of play emote, zoiets staat er. Maar je kan in ieder geval zien wat er gebeurt als je gaat hakken met zo'n bel. Ik vind het een super vette update. Ik ben heel erg blij. Ik ben ook echt heel erg blij dat Epic Games dit erin heeft gedaan. Want want soms heb je gewoon spijt ervan dat je een pickaxe koopt omdat die gewoon een kutgeluid heeft. Ja, je hebt toch diegene met dat stroom, toch? Ik weet even niet meer hoe die heet, maar je hebt zo'n... Ik weet welke je bedoelt, Je hebt zo'n pickaxe zo'n stroom en die maakt volgens mij een mokertje veel geluid. En dat is gewoon heel erg irritant. En als je dat van tevoren wist, had je misschien helemaal niet gekocht. Gaan we door naar de volgende. En dat is de cirkel. Je hebt namelijk een cirkel. Volgens mij cirkel 7, 8 en 9. En als het niet zo is, zal ik het nu even in beeld doen. Die verplaatsen zich in de cirkel zelf, lijkt het op.
Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is de cirkel schuift op. En veel mensen denken dat dit een bug is. Nee, dat is het niet. Het is namelijk iets wat Epic Games zelf heeft gedaan om dus campers tegen te gaan. Mensen die bijvoorbeeld een nieuw platform boven de laatste cirkels bouwen. Die zijn een stuk minder OP of iemand die een hele hoge base heeft op een hele hoge berg. Die superveel advantage op jou heeft. Die kan dan straks gewoon, die moet dan weg uit zijn base. Dus ik vind het oprecht een hele goede update. En het is dus geen bug. Het is gewoon een stiekeme update die Epic Games heeft doorgevoerd. Maar het is best wel logisch. Als je dat voor het eerst ziet, denk je van what the fuck. Dacht ik ook. Ja, ik zag je op de stream. Ja, ik dacht what the fuck is going on? Ja, toen ging ik dood. Toen kon ik al niet zien wat er gebeurde. Maar ja, dat gebeurt er dus. De cirkel verplaatst en wordt ietsjes kleiner op een andere positie. Ja. Dan de laatste. We kennen het wel van Season 4. Grinden voor de full Omega level 80 was dat. Oeh. Jezus, ik heb het net niet gehaald. Ik ook niet. Heb veel gespeeld, maar ik was level 76 of zo. Ja. En het is dus niet gelukt. Maar dit keer hebben ze het anders gedaan. Dit keer moet je geen level halen, maar moet je een bepaalde hoeveelheid XP halen. En veel mensen weten het niet, maar wanneer Season 5 voorbij is, kun je hierdoor voor blijven grinden. Ja. Dus in principe, je hoeft helemaal niet meer echt keihard te grinden voor die laatste upgrade. Dus dat is super chill. Je kunt in seizoen 6 dus gewoon deze items nog halen. Ik vind het een goede update. En ja, inderdaad. En daarnaast is het ook iets minder XP dan de Full Omega. Het is volgens mij, als je het uitrekent, level 78 in plaats van level 80. Ja, maar dat scheelt nog wel hoor, die twee levels. Ja, absoluut, absoluut, levels. Absoluut. Dus in ieder geval, ik denk dat je het wel nu in één seizoen kan halen. En zo niet, geen probleem, want je kunt het volgend seizoen nog halen. En ik hoop dat ze dat nog misschien een klein beetje veranderen voor de Omega Sneaky of zo, want ik wil die eigenlijk nog wel voor ja, maar misschien gaat het nog wel. Ik denk nog wel wat ze gaan doen. Inderdaad, want heel veel mensen hebben het niet gehaald. Daarom hebben ze dit er ook erin gedaan, omdat ze hebben gezien heel veel mensen kunnen het gewoon niet halen. Maar ja, dat waren eigenlijk de 7 dingetjes die... jij doet de pet al. Oh. Ja. De geheime updates. Vond je deze video tof? Drop een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Check onze merch op www.vulgraag.nl. En ik zou zeggen, check dan ook nog eventjes deze video's hier in beeld. Jeetje, wat moet je veel doen? Ja, ze moeten wel veel doen. Ja, vind ik ook. Oké, die video hoef je niet per se te doen. Maar www.vulgraag.nl wel. Die is sowieso... Anders. Eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Oké, jongens. Peace out. Ciao.